Wij zijn uh, getrouwd geweest. Uh, op een gegeven moment kwamen we knel te zitten, zijn we gescheiden. Uh, maar ik heb wel uh, 15 jaar lang voor mijn kinderen gezorgd. Uh, uh, de, de strubbelingen gedeeld, de pijn uh, met elkaar gedeeld. Uh, op een gegeven moment zijn we gescheiden. Uh, toen wisten we nog niet dat dit ooit aan het licht zou komen. Ik heb uh, uh, 30.000 euro uh, schuld. En tot heden word ik gewoon niet gezien als een gedupeerde. Men is gewoon bang dat er zometeen 20.000 exen op de stoep staan... die allemaal een schadevergoeding willen hebben. Dat is de realiteit. Men is altijd bang voor het grotere geheel. Terwijl als jij gewoon als belastingdienst open kaart speelt... en zegt van we hebben ook een groep waarvan de exen zijn gedupeerd... en je brengt dat naar buiten en je doet dat op een goede manier... dan komt daar heus wel een oplossing voor. Als ik dan reken van het rapport Donner... In uh, maart uh, 2020 zijn we bijna uh, anderhalf jaar verder en er is niets. Er is gewoon niets geregeld. Uh, je, je maakt bezwaar op iets en dan stuur je dat in, of je laat de advocaat dat insturen en dan hoor je gewoon niets. Niets. Er wordt niet met je gebeld, je krijgt geen ontvangstbevestiging. Gewoon niets. Nul. Ik heb uh, last van uh, PTSS en. Uh... Ja, ik heb toch wel uh, het uh, hier en daar uh, trauma's er aan overgehouden. En dat is gewoon lastig om daar, uh, om daar een vorm in te vinden elke keer als er weer een nieuwsberichtje naar buiten komt.